Den Jäger. De beste anime ooit gemaakt. Dat is natuurlijk School Days. Maar een goede tweede plek gaat toch wel naar Chin-Chan. En ja, fuck hem met jullie dan. Ik hoor jullie al Kaulo huilen. Mijn hero is veel beter. Naruto is Kaulo harder. Gast, jullie meningen zijn net zo wack als de fucking Nederlandse Attack on Titan dub, man. Reine, gaan we het doen? Nu? Nu meteen? Ja. Nu meteen, ja. We maken de galenta! Adios, bebé, groeten! Om goed te laten zien waarom Chin-Chan zo geweldig is, gaan we het vandaag vergelijken met een serie waar niemand maar over ophoudt. Demonenslachter. Want wat voor overhypte zoutserie is dat, ouwe? Chin-Chan is een anime die al aardig wat jaar meegaat. Een echte OG natuurlijk. Chin-Chan kwam dus eerst uit in 1992 en in 2003 pas in Nederland. Want wij waren te druk bezig met Sailor Moon dubbel of zo. Goed dan, lieve dames. Tot ziens maar weer. Hey! De bank is gevallen, kid! Chin-Chan is over het algemeen gewoon de Mega Mind Baby, maar dan in een anime. Hij is kouder slim, hij is zeer volwassen en hartstikke beest. Ik bedoel, kijk hoe lief en respectvol hij met zijn moeder omgaat. Ik heb last van mijn kont. Jij, ik ben degene die je tegenaan kijkt. Fiets eens door, Mitzi, anders mis ik de pauze. Is dit snel genoeg voor je? En noem me niet Mitzi! Hey, kijk voor je! Vrouw achter het stuur. Dat kan je niet zeggen over Tanjiro, die zijn moeder en eigenlijk heel zijn familie laat stikken. De serie begint gelijk dus al met een hoofdpersonage die getraumatiseerd is en een fucking watje is, ouwe. Van Demon Slayer is dus vrij moeilijk als je het zo bekijkt. Virgin S. Dambordgozer wil wraak nemen op wezens die zijn familie heeft vermoord. Allemaal heel ingewikkeld en moeilijk bij te houden als je zijn zus opeens levend blijft te zijn en in horny jail moet. En dan kan Tanjiro opeens gek aan hem ofzo, I don't know. You're almost there. Deze plot is koude wack, ouwe. Chin-Chan is daartegen heel makkelijk te begrijpen, wat fijn is voor jong en oud. Je hebt een bosbaby, maar dan met een dikke vette akka. Kapot hard, ouwe. Dat kan je alleen niet zeggen over de personages van Dio Slachter. Hallo, ik ben Salty Bart en ik heb een slechte microfoon. Demon Slayer heeft drie hoofdpersonages. Je hebt die ademtechniek gast, vervelende donderkind en een luide furryman. Vooral de twee sidecrackers zorgen ervoor dat de serie verschrikkelijk is. Donderkind is ontiegelijk irritant, gewoon een koulo sim voor een dode chick. Hoe desperate kan je zijn? Daarna brengt hij ook niks toe, omdat hij een fucking pussy is en hem meteen peert als iemand maar in zijn ogen kijkt. You're probably wondering. Die boorman geeft je in elke scène waar je in zit gewoon trommelvliesziekte. Weet je, dat was totaal niet grappig en waarschijnlijk zijn al jullie oren nu letterlijk ontploft. Hij is alleen maar luid, irritant, luid en irritant. You're probably wondering how we got into this. De slechtheid van Demon Slayer is al helemaal niet over te spreken, want dat is fucking Michael Jackson met nul screen time. Dus waar doen we dat eigenlijk voor, weet je? Wat helemaal nergens, hoe verzin je het? Chin-Chan heeft geen domme sidecredits nodig. Chin-Chan is een fucking chat. Hij leeft gewoon zijn leven en het boeit hem niks. Als zijn moeder vermoord zou worden door Michael Jackson, had hij hem al binnen één aflevering gepakt. Wat zo snel gaan conflicten over in Chin-Chan. Daar heb je in elke aflevering een gebeurtenis of een conflict en het wordt meteen opgelost. Demon Slayer daarentegen heeft fucking 2 seizoenen nodig en een Kaulo film. Ja, Demon Slayer heeft een film. Een film die gewoon in 4 losse afleveringen alsnog is verteld daarna. Waarom ze een hele tante film maken voor snap ik eigenlijk ook helemaal niet. Desondanks is het dus ook weer een pluspunt voor Chin-Chan, die geen onnodige film released ofzo. En besef, de film van Demon Slayer kwam in Nederland uit, maar het is niet eens Nederlands gedubt. Chin-Chan is volledig Nederlands vertaald, met ervaren en goede stemacteuren. Hoe wil je ooit Demon Slayer kijken als je niet eens in je eigen taal kan horen? Ik vind het echt sneu. Bart leert helemaal Japans om anime te kijken via fucking Duolingo. Vind ik echt zielig, man. Zelfs kinderseries zoals Tita Tover en volledig Nederlands. Sterker nog, ik ken een kinderserie die zelfs nog beter is dan Chin-Chan en Demon Slayer. Hey, wat ruik ik? De bruine beer in het blauwe huis. Dit is pas echt een van de geniaalste soorten van media ooit gecreëerd. Hier kan zelfs de anime van Aoi Oni niet eens tegenop. Bitch, I thought you were dead!
De liedjes zijn geweldig, de karakters zijn geweldig. Het feit dat alle afleveringen in dezelfde plek afspelen is gewoon geweldig. Chin-Chan vind ik dus een 7 van de 10. Ik vind Demon Slayer een tandbord van de 10. En ik vind Bruine Beer in het Blauwe Huis een... Wauw, wat een mooi verhaal. Hopelijk zijn jullie door deze video achtergekomen dat niet alles om Bunschoten Spakenbeslagen gaat. Want er zijn veel betere anime in de wereld. Of series in dit geval. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Als het mag van je moeder. En tot de volgende video. Joejoe. Een typisch salty grapje.